kom van Marokko, van Casablanca. En ik zou graag willen dat je vandaag veel over de Bijbel leren. Zodat we kunnen slimmer worden en alles. En dat het ook een leuke dag zou zijn. Muziek. Ik ben Benjamin Ryan. Ik kom uit Maria Santa Lyceum. Ik ben een moslim. Ik vind de Bijbel bijna hetzelfde als de Koran. Ze vertellen over Jezus en haar vader God. Er zijn veel dingen dat dezelfde uit de Bijbel komen, dat dezelfde als in de Koran zijn. voilà. Is dat genoeg? Wat verwacht je van dat bezoek vandaag? Wat wil je leren? Ik wil veel meer leren over de Bijbel en er meer leren over wat de christenen geloven en zo. En ik hoop dat ik veel wil leren. Okay. 28 voor het einde. Hoeveel punten? 56. We hebben maar 56. 66. 66. De ruimte, denk ik. Weer? 59. 59. Ja, hallo. Ik ben Belen Sola. En wij zitten in Maria Sumta in Brussel, in Laken. Ik ben Dita en ik zit ook bij haar in klas. En vandaag zijn wij naar een tuin geweest en hebben wij hier een quiz gemaakt op de computer. En zijn wij ook in het museum geweest. En wat hebben jullie in het museum gezien of wat hebben jullie daar geleerd? Een beetje over de Bijbel, vragen beantwoord en zo. En wist je daar vroeger al iets van de Bijbel? Niet echt, nee. Heb je er ooit over geleerd? Nee, sinds dit schooljaar wel, maar het is nog niet lang. Nee. Pas sinds dit schooljaar. En dan de abdij, wat heb je daar gezien? We hebben gezien hoe dat de kerk ineen zit en wat dat de mensen hier allemaal doen en zo. We hebben dat niet gezien, maar de meneer heeft dat uitgelegd. Een monnik, wat is dat? Wat blief? Een monnik. Dat is een meneer, dat zijn de paters. Ja. De paters, ja. En is er iets speciaals opgevallen in de abdij? Zijn jullie naar de mis geweest? Ja, we zijn naar de middagmis geweest. Ze hebben gezongen en ze hebben gebeden en zo, ja. En op het einde kreeg je zoiets, een hostie. En dan moest je dat zo in wijn dopen en dan opeten. Ja, dat is waar. En die hostie, wat is dat? Het lichaam van Christus. Ja. En wijn is het bloed van Christus. Ja, en dan, in de zaal hierboven, in de computerzaal, wat hebben jullie daar gedaan? We hebben daar een quiz gedaan over de Bijbel. We hebben ook een kruiswoordraadsel gedaan, ook over de Bijbel. Maar om eerlijk te zijn, ik begreep daar helemaal niets van. Ik begreep daar niets van. En hoeveel punten hebben jullie gehaald op uw quiz?
Gemiddeld zo'n 60. 60. En jij? Gemiddeld 50. Dat is iets minder dan 60. Ja. Oké, bedankt. Die willen ook nooit op de dingen staan. Dag jongens, wat hebben jullie vandaag gedaan? Veel. We hebben vandaag een museum bezocht. We zijn op de computer gegaan. En we hebben de abdij bezocht. Maar ik had graag je naam eens geweten. Ik ben Mitchell de Firma. Ik ga naar school in Maria Sumta Lyceum Brussel. En Michiel, dat is mijn vriend die nu naast mij staat. Ik ben Michiel van Steenkisten, ik ben geboren in Waregem. Ik zit nu ook in Maria Sumta Lyceum. En ik woon in Wolvertem. Oké. En wat hebben jullie eerst gezien? Ik denk dat jullie hebben een museum gezien, u hebt dat abdij gezien en u hebt de computerzaal gezien. Ja. Zeg eerst eens wat over het museum. Het museum was tof, het was leerrijk. Ja, je kon van alles doen, je moest dan zoiets op je hoofd zetten, een hoofdtelefoon. En dan als je voorbij iets kwam, dan moest je een nummer intypen wat daar zo op stond. En dan kon je een liedje horen of iets anders. En wat heb je daar geleerd? We hebben 45 boeken gezien. We hebben een bundeltje moeten invullen. Ik heb niet zoveel geleerd, maar ik heb wel veel gehoord dat ik zal onthouden. En dan zijn jullie naar de kerk gegaan van de abdij. Wat hebben jullie daar gezien? We hebben daar een serieuze rondleiding gekregen van de abdij. En gezien wat de Duitsers hebben getekend zo in de muur. En dat was wel mooi. Dan zijn we naar de abdij zelf geweest. Dat was ook heel mooi, serieus ingericht. Oké, en in de bovenzaal hier, de computerruimte, wat hebben jullie daar gedaan? We hebben een quiz overlopen met vrienden. En wij hebben dat dus kunnen oplossen. En wat is 56% omdat we zo slim zijn. En hoeveel punten hadden op uw quiz? We hadden 100% op onze quiz. Is het waar? Toch niet. Ik kom van Marokko, van Casablanca. En ik zou graag willen dat je vandaag veel over de Bijbel leren. Dat je ook in de reis leren worden en alles. En dat het ook een leuke dag zou zijn. Muziek.